zijn. Prachtige bocht is het toch. Ziet er fantastisch uit. De Vries deed het. Ekens. Oh, iemand raakt hem kwijt. Helemaal. Hij gaat daar heel hard achterstevoren. Dat is Alesi. Ja. Zo. Een mega klapper. Wow. Oh, 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 oh. Zo, dit is echt een hele harde. De motor is los van de monocoque. We zien daar... Correa is er in ieder geval bij betrokken sowieso. Oeh, ik hoop dat de rijders echt oké zijn. Dit is een hele harde klamper hoor. Dit doet heel veel pijn in Eau Rouge. Goed, zes is gestopt. Dat lijkt me volkomen logisch. Ja. In Eau Rouge gaat het valikant mis. Oh, zeg, dit is echt een hele harde klapper hoor. De monocoque is in ieder geval nog intact van een van de rijders. Ja, Hubert of Calderon, is in ieder geval Alesi, staat hij stil, maar die heeft niet heel veel schade. Sowieso zag ik Correa. Het lijkt liggen. Er, ja. Oef, dit is een hele harde klapper. Een van de hardste klappers die ik in ieder geval in de Formule 2 ooit heb gezien. Ja, we hebben hier al eens wat schuiven gezien. Onder andere van Jacques Villeneuve in het verleden in de Formule 1. Is er eens een keer heel hard in Eau Rouge afgeschoten. De Vries rijdt, daarvoor Deletra, Eken en Zeta Camara. Neutralisatie van de race. Laten we hopen voor die rijders die daarbij betrokken zijn geweest dat het allemaal mee gaat vallen. Ze zijn natuurlijk op zich goed beschermd, maar dit was een hele harde klap. Ja, de rode vlag natuurlijk logischerwijs in de race. Hier zien we in ieder geval de lekke band. Ja, van Ralph Bouchon. Ralph Bouchon. Maar ik kan u in ieder geval thuis vertellen dat dit gaat wel heel even duren eer dat we weer van start gaan. Als we überhaupt iets gaan doen. Hier zien we Latifi, die was natuurlijk binnen in de pits met die lekke achterband. Waar nu een plastic zak omheen gaat. Ja, dat Pirelli is dat eigenlijk die dat doet. Die wil geen slechte reclame voor zichzelf, denk ik. Dat denk ik niet, nee. Maar wat een klap is dit, zeg. Hey. Is het Tatjana Calderon geweest? Het was in ieder geval ook een van de rijders van het Sauber Junior Teams. Ik dacht dat het Correa was, maar een andere rijder van het team is Callum Islet. We moeten even kijken. Okay, hier zien we in ieder geval Alesi. Alesi. Ja.